Fix-index meet de prijs van opties met een looptijd van 30 dagen. Is de fix-index hoog, dan verwachten handelaren grote uitslagen en zijn de prijzen van opties duur. Is de fix-index laag, dan verwachten handelaren de komende 30 dagen weinig uitslagen en zijn opties dus goedkoop. Afgelopen week bereikte de fix-index een stand van 13. Deze lage stand is sinds 2007 niet meer voorgekomen. Marktvolgers buitelden over elkaar heen. En zeiden van de markt, het marktrisico is weer net zo laag als in 2007. En hier gaat het mis. Want net als met, de fix, net als met grondstoffen, is er met de Fix-index een hele future curve. Je hebt natuurlijk de futures van een maand, tot en met futures van een jaar. En net als met grondstoffen, zegt dat veel meer dan alleen kijken naar de spotprijs. Het werkt als volgt: een future van 8 maanden verandert uiteindelijk in een future van 4 maanden, uiteindelijk in een future van een maand, en dat wordt uiteindelijk de spotprijs. Kijken we naar deze langlopende futures, dan liggen deze veel en veel hoger dan in 2007. Gemiddeld zo tussen de 50 en 80 procent. Dit betekent dat langlopende opties een heel stuk duurder zijn dan dat deze in 2007 waren. Wij verwachten dat de fixindex gaat stijgen. Maar omdat het al volledig ingeprijsd is in de futures, nemen wij geen positie hierop in. De margin of safety is simpelweg te klein. Een stijging is niet genoeg, en extreme wel, en dat risico willen wij niet lopen.